waar we afgesproken altijd naar twee. Altijd naar twee. Arie Koops, bondscoach van de achtervolgingsploeg. Wat is vanavond de opstelling? De opstelling bij de dames is, we rijden met Irene Wüst, Linda de Vries en Marit Leenstra, een reserve is Diane Valkenburg. Bij de mannen rijden we met Sven Kramer, Jan Blokhuizen, Koen Verwij en Jorrit Bergsma is reserve. Ze staan beide eerste in het klassement van de Usain Cup. Is dat nu jouw verdienste? Nou, het is vooral de verdienste van de rijders. Het is de verdienste van de coaches die daar ook bij betrokken zijn. Want we zijn met z'n allen aan de route begonnen op weg naar Sochi. Dat moeten we ook met z'n allen doen. En ik ben daar een klein onderdeel in. Ja, maar je hebt wel een nieuw beleid uitgestippeld. Ja, dat klopt. Maar ook samen met coaches. Want die zijn daar een hele belangrijke mate. Hebben zij inbreng gehad. Hebben goed geëvalueerd wat de afgelopen jaren hebben gedaan. En op basis van al die ingrediënten die zij vooral hebben aangereikt. Hebben een plan opgesteld. En daar geven zij ook hun samenwerking aan. En ja, daar zijn we mee aan de slag. En nogmaals, daar hebben de coaches in de teams een hele belangrijke rol bij. Het was wel een valse start. Dat is al 2 jaar terug. Die tijd zijn we al lang weer voorbij. En ik kijk ook altijd vooruit en niet achteruit. Ik kijk vooral nu waar we nu staan. Ik weet dat we nog 5 wedstrijden hebben op weg naar Sochi. Dit jaar nog 2, volgend jaar nog 3. En daar moeten we het allerbeste uit gaan halen om ervoor te zorgen dat we in Sochi tot het beste resultaat kunnen komen. Neem jij ook een risico door bij de mannen bijvoorbeeld 4 man aan te wijzen? Nou, dat is een gecalculeerde risico. Op dit moment zijn dat de allerbeste ploegachtervolgers van de wereld. Dat hebben we ook een paar keer bewezen. We kunnen nog steeds mensen gaan proberen, maar daar leer je op een gegeven moment niet zoveel meer van. Dus als je vanuit de vaste bezetting kunt werken, daar kun je het meeste mee leren. En mocht het dan onverhoopt zo zijn dat we er straks eentje gaan missen, dan hebben we zoveel geleerd dat de anderen precies weten wat ze moeten doen. En als er dan nog een nieuw iemand binnen zou moeten komen, dan kunnen we die heel snel in het systeem inpassen.